Goedemorgen, op deze 1 juli, of is het al middag? Nee, ja, het is al middag. Ja, het is al middag. Vroeg in de middag. We zitten bij Shaya. En ze hebben speciaal voor ons de schuifdeuren open gedaan. Dan moet je wel even een jasje aan als het winderig is. En ik beveel jullie toch van harte aan om ook hier eens te komen. Want hier zo aan het eind van de boulevard is het nog een beetje stilletjes. Oh, kijk. Het is ook een fietspad geworden. Nou, ik ben niet alleen vandaag. Nee. Oh, je wilde niet op kakker afhalen. Nee, dat maakt niet. Nou, dit is Menno. En komt er ook nog een terras buiten zoals vroeger hiervoor? Nou, het is meer zo dat de grond buiten het restaurant van de gemeente is. Dus dat het eigenlijk loopt tot de terrasgrens van de deuren. Oh. Maar nu moeten we wel eerlijk zeggen dat we wel een klein stukje ervan van snoepen. Ook meer om de aandacht te trekken nu. Ja. Omdat de rest eromheen nog leeg is. Dus dan is het lastig voor mensen aan het begin om te zien dat wij hier zitten. Dus we zetten wel eens een tafeltje buiten voor de gezelligheid. Maar in het begin hebben ze ook van die rotelstoeltjes buiten. Bij het pannenkoekhuis. Nou, ook bij, hoe heet dat, Pavarotti Dolce. En zelfs bij dat Brewdog. Ja, ik denk dat iedereen het wel een beetje doet hoor. En ik denk dat de gemeente dat ook wel begrijpt nu in het opstart van dit mooie project. Dus ik denk dat dat geen probleem is. Maar wij zetten, met mooie dagen zetten wij zeker wat tafeltjes buiten. Ja, oké. Nou, dan weten jullie dat. En kom eens naar Shaya. Ze zijn nog een beetje verdekt opgesteld. Hoe zeg je dat? Nog steeds geen treden erbij.